Ik ben, ik ben ten aanzien van, van, eh, van sport ben ik niet chauvinistisch. Kijk, als een, als een Sloveen de Tour wint of een Deen Winter Tour dat vind ik prima. He, ik vond de Tour van dit jaar hartstikke verrassend en leuk. Leuk idee, vond ik het eerlijk gezegd. Wie was het eigenlijk? Een Deen was okay. dat. Oh. Hoe heette die? Ja, dat moet je mij nog niet vragen op dit oh. moment, maar het was een Deen en ja, het was al een aantal onverwachte winnaar eigenlijk. He omdat de winnaar van de vorige twee, dat, die was eigenlijk zo'n beetje al uitgeroepen tot de winnaar van nummer drie. Je ziet dat vaak in het toer dat dan zo'n één man een jaar of wat domineert. Nou, dan is het wel afgelopen natuurlijk. Um, maar je zei iets over verstappen of niet? Ja, het ging over verstappen natuurlijk. Dat hij iedere keer wint. Dat het wel leuk is als er wat, wat competitie in zit. Want ja, dat wel het wat moet spannend. een beetje spannender blijven natuurlijk. Het voorgesproken was heel spannend. Ja, je hebt wel jaren gehad dat het reed en spannend was. En in de laatste race, Nou ja, vorig jaar in de laatste hele dubieuze beslissing voor... Ja, oké, okay, ja, ik begrijp het. De mensen worden door chauvinisme gedreven. En chauvinisme is een heel vervelend element in de sport. Echt heel vervelend. Ja. Dat gaat nu zeker weten een meneer uit Roermond. Die gaat nu mailen. Want uh, die heeft al, iedere keer als we het over stappen gaat... en dan stuurt hij een mail. En hij zegt, ja, hartstikke leuk dat jullie het hebben over de geschiedenis... maar bemoei alsjeblieft niet met Formule 1... Wat hebben jullie geen verstand van? Dat zei hij vorig jaar ook oh, kunnen ah, alleen... Misschien heeft hij er wel verstand van, of meer verstand van, maar ik heb er ruim voldoende verstand van om er iets over te kunnen zeggen. Ja. Ja, dat, ging dat is over... natuurlijk een ander punt. Is Dat laatste hebben we ook dat, weet, dat complex ook weer. Dat mensen zich uitspreken over allerlei dingen waar ze totaal geen verstand van hebben. Ja, daar zit enerzijds wel iets in, maar dat zou er makkelijk toe kunnen leiden. Die zegt van ja, alleen professionals in een bepaalde sector kunnen Zich daar competent over uitspreken. Dat betekent in zoveel woorden dat je eigenlijk het hele maatschappelijke debat in de ruimste zin van het woord doodslaat, omdat niemand die niet, weet ik het, de biowetenschappen heeft gestudeerd, iets verstandigs mag zeggen over COVID. Je moet goed luisteren als een deskundige daarover iets zegt, maar als geheel moet een maatschappelijk debat mogelijk zijn. En dat maakt onvermijdelijk dat ook mensen die niet 100% zijn ingevoerd. In specifieke beleidsmatige problemen of wetenschappen, dat hij er best iets over mogen zeggen. Ik kan je verzekeren dat als een, iemand die een middelbare schoolopleiding naar behoren voltooid heeft, die uitgerust met gezond is met gezond verstand. en die vijf boeken leest over de Tweede Wereldoorlog, en moeten we een beetje een goede selectie maken, die kan hele verstandige dingen zeggen over de Tweede Wereldoorlog, zonder dat hij zijn hele leven in de archieven van de Tweede Wereldoorlog heeft gesleten. Ja, dus je moet wel oppassen dat je niet zegt, ja jongens, sorry, maar je moet echt in de griep zijn afgestudeerd, want anders kunnen wij daar niets over zeggen, dat is uitgesloten. Het is wel anders dat we natuurlijk tegenwoordig ook een hele brigade van fantasten en idioten hebben, maar goed, daar kun je in principe vrij makkelijk doorheen prikken.